Mienke Lange, we staan hier bij de 12 uur marathon in Sambeek van de stichting SamSam. Wat voor marathon vindt hier vandaag plaats? Ja, we zijn hier inderdaad bij de 12 uur marathon. De kinderen hebben allemaal een activiteit mogen kiezen die ze graag zelf denken 12 uur vol te kunnen houden. Dat is heel divers. Sommigen zijn heel actief, sommigen zitten lekker te gamen. Als ze het maar 12 uur vol kunnen houden. Zijn er weer voldoende aantal kinderen? Ja, wij hadden gehoopt net zoveel kinderen te hebben als vorig jaar. Maar het zijn er 10 meer geworden. Dus we hebben dit jaar 47 deelnemers. Dus daar zijn wij heel tevreden mee. Zien jullie dan elk jaar dezelfde gezichten? Ja, veelal wel. De kinderen die van jongs af aan meedoen, die blijven ieder jaar terugkomen. Maar ook inderdaad weer nieuwe gezichten erbij. Nieuwe jeugd die van onderaf aansluit. En ook weer wat oudere kinderen die het toch leuk vinden om mee te doen, gelukkig. Zijn er ook nieuwe activiteiten? Ja, grotendeels is het weer een beetje terugkerend wat we alle jaren hebben. Gamen en spelletjes doen, dat komt wel terug. Dit jaar hebben we een paar originele zitten. Dames zitten te knutselen. Jongens zijn aan het boeren met broeder. Dus met hun tractor het zaagsel op een hoop aan het doen. En daar blijven ze de hele dag mee bezig. De twee dames zijn aan het frotten met touw. Ja, en het bakken, dat blijft altijd lekker en leuk. Een leuke activiteit. Hoe laat zijn jullie vanmorgen begonnen? Wij zijn vanmorgen om 10 uur zijn wij begonnen. De kinderen waren om 9 uur hier om hun spullen klaar te zetten. En om 10 uur zijn ze begonnen met de activiteit. En tot... Hoe ziet de afsluiting eruit vanavond? Ja, vanavond om 10 uur, of ja, iets voor 10 beginnen we met aftellen. En dan om 10 uur gaan we ervan uit dat iedereen het gehaald heeft. En dan is er kinderchampagne voor alle kinderen en klein vuurwerk. En dan krijgen ze hun medaille. En we hebben 3 bekers voor de eerste, tweede, derde plaats. En het kan zijn een originele activiteit of een activiteit die de jongens of meisjes goed volgehouden hebben. En we hebben 1 wisselbeker, dat is altijd de meest originele activiteit. Die krijgt de wisselbeker en mag die een jaar thuis houden en volgend jaar weer mee terugbrengen. Houdt iedereen het over het algemeen wel vol? Ja, meestal wel. Soms moeten ze tussendoor een beetje motiveren, maar meestal redden ze het allemaal wel tot het eind. Als ze niet ziek worden, dan redden ze dat. Volgend jaar weer een 12 uur marathon? Ja, wij gaan er vanuit van wel. Als er nog steeds animo blijft bij de kinderen, dan blijven wij doorgaan. Maar hoort dit ook bij de 12 uur marathon? Ja. 12 uur appelflappen bakken? Nee, ook andere dingen. Zoals? Muffins en cakepops. Allemaal lekkere dingen? Ja. En hoe zijn jullie op dat idee gekomen dan? Weet ik niet meer. Zijn jullie gewoon 2 keukenprinsesjes? Ja, we doen ook met meerdere. Ja? Maud en Susanna en Eva. En is dit de eerste lading die klaar is? Nee, we hebben al meer gemaakt. En alles wordt uitgedeeld? Ja, bijna alles. Ja? En straks zelf helemaal misselijk van al het lekkers? Weet ik niet. Weet je niet? Ligt eraan. Wat vind je zelf het meest originele, activiteit vandaag? Dat van Joyce en Iris met de touw knutselen. Die zijn met touw aan het knutselen. En wat zijn ze daarvan aan het maken? Mutsen, volgens mij. En armbandjes. En kijk, er wordt er weer eentje gepikt. Lekker, hè? Ja. En hoeveel jaar doen jullie al mee met de 12 uur marathon? Dit is onze eerste keer. Eerste keer? Nou, het is nog vroeg. En hoe bevalt het? Nee, het bevalt best goed. Ja? Ik heb het al een hele heet. Jij denkt wel dat je het vol gaat houden zo tot het einde van de dag? Ja, ik denk het wel. Ja? En jij schudt nee? Goed. Ik zei Eva niet. Eva niet? Wel, dat was een grapje. Vertel eens dan, vind je het zwaar? Nee. Nee? Nee. Is goed te doen toch? Ja. Ja? Hoe vaak heb jij al meegedaan? 0 keer. Ja, dat is ongeveer. Dus dit voor jou de eerste keer? Ja. Hoe komt het dat je nog nooit eerder mee hebt gedaan? Omdat ik hier toen nog niet woonde. Kijk eens aan, jij bent de nieuwe inwoner van Sambeek? Ja. En waar kom je vandaan dan? Hele plaatsen. Oh, jij verhuist continu? Ja. Ben je wel eens van plan om in Sambeek langer te blijven? Ja. Ja? Als dat kan. Voor Sambeek, waar woonde je toen dan, de laatste keer? In Groningen. In Groningen? Nou, dat is vlakbij. Ja. Groningen is ook leuk. Ja. Maar waar zit je nou dan nog op school? In Groningen of in Sambeek? Sambeek. Sambeek. In Groningen is geen school. Ah, Groningen valt normaal bij Vierlingsbeek? Ja, en Overloon. Kijk eens nou, dus eigenlijk de kinderen uit Groningen gaan eigenlijk alle kanten op.
Ja. En waarom zijn jullie naar Sandbeek verhuisd dan? Nou, papa die moest naar iemand, naar een vriend. En die woonde in Sandbeek, in Schildstraat. En toen, toen zagen we het huis te koop en we konden het toch huren. Kijk eens aan. Nou, hartstikke leuk. We gaan eens even kijken wat de jongens achter jullie aan het doen zijn. En wat ga je dan 12 uur lang doen? Land een beetje aan op de en dan met de zaag zo een beetje. De kulen rijden. De kulen rijden? Ja. Vertel eens, hoe werkt dat dan? Ja, dan lag er zo'n bult zaag ze daar. En dan deden we hem dan met shovel deden dan in de kiepkar. Ja. En dan deden we dat hier los en dan deden ze met shovel en met tractor aanrijden. Kijk eens aan. Ben jij een boerenzoon? Ja. Ja? Ja. Wat heeft papa voor een bedrijf dan? Koeien. Koeien? Maar ik mis de koeien hier, alleen het kuilvoer. Ja, weet ik. Ja, we hadden eigenlijk geen stal en geen koeien. Oh, vind je dat niet jammer dat je die vergeten bent? Ja, maar niet zoveel uit. Maar niet zoveel uit? Nee, want daar hebben we toch geen plek. Wat zeg je? Geen plek anders. Geen plek? Oh, maar je kon er nog veel meer meenemen? Ja. Ja, dat is wel. Man. Ja, maar dan hebben we geen land. En dan moeten jullie dus 12 uur met z'n tweeën jullie zien te vermaken met een paar machines en tractoren. Ja. Lukt dat? Ja, zeker. Ja? Ben jij ook een boerenzoon dan? Nee? En jullie zijn vriendjes? Ja. En is het dan leuk om altijd op de boerderij te spelen? Ja. Want wat kun je daar allemaal doen op de boerderij? Van alles. Ja. Want soms doen we wel ooit timmeren of zoiets. Of we doen met stiegen, met een zonmaaier rijden of zo. Zo, mag dat? Ja. Ja? Ja. En wordt er ook wel eens geholpen dan bij de koeien? Ja. Ja? Zijn het melkkoeien? Ja. Oké, en dan ga je wel eens helpen melken? Ja. Of hebben jullie van die stoere robots die dat doen? Ja, maar nee, dat niet. Wel een mesrobot. Een mesrobot? Ja. Ja, ik weet wel wat het is, maar kijk eens thuis denk ik niet. Vertel maar eens. Ja, er is een machine en dat gaat van op tijd en daar hoef je niks aan te doen. En dan gaat dat gewoon, die maakt roosters schoon en poep. Ja. Ja. Dat is lekker makkelijk voor papa, hoeft papa het niet meer te doen. Ja. En zo'n melkrobot dan? Ja, eigenlijk is onze melkstal nog best goed en dan hoeft het eigenlijk niet. Maar hoe werkt het dan? Lopen de koeien dan twee keer per dag zelf naar de melkstal? Nee, dan doen we ze opdrijven, één in één hoek. En dan doen we, want bij één melk doen we één rij en twee rijen kunnen vijf koeien in. Hmm. En dan komen drijven vijf koeien op en dan doet papa melken. En, ja. Maar heel vroeg denk ik? Ja, om 6 uur 's ochtends of 6:30. En s'avonds om 6 uur of zo. Zo. En wat doet papa tussendoor dan? Nog een dutje? Nee. Nee? Ja, soms op de bank. Ja? Ja. En later wil je dan ook boer worden? Ja. Met koeien? Met koeien. Jullie gaan een record spelletjes doen? Ja. Ja? En dan nog favoriet onder de spelletjes? Ja, ze zijn allemaal wel leuk. Ja? Wat zijn jullie op dit moment aan het doen dan? Koehandel. Oké, en dat kun je met hoeveel personen doen? Volgens mij met 5. Met 5 en jullie doen het nu met z'n tweeën? Ja, met z'n tweeën. En die twee meiden daar achterin dan? Die zijn ook een spelletje aan het doen. Maar die horen wel bij jullie clubje? Ja. Ja? Dus straks kun je ook nog een keer afwisselen? Ja. Ja. Dat is eigenlijk nog best wel vroeg voor jullie. Ja. Ik zie dat jij iets in het snoepen bent. Is het bij jullie nu snoeptijd? Nee, maar je kunt ondertussen ook nog wel snoepen. Oh, dat mag wel? Ja. Ik dacht dat je maar op beperkte tijden mocht eten en drinken. Ik weet niet. Nee? In de pauze, maar wij doen het ook gewoon tussendoor. Stiekem? Nee, ik weet niet of het mag, maar iedereen doet dat volgens mij. Oh. Dus ja. Kijk eens aan. Anders kan ik nooit op. Hoe vaak hebben jullie al meegedaan? Dit is mijn eerste keer. Eerste keer ook? Nee. En voor jou ook? Ja. Is dit wat je ervan verwacht had? Ja. Ja?